Het is vandaag precies 65 jaar geleden dat de watersnoodramp Nederland trof. Ook in onze regio was de situatie kritiek, onder andere bij Scheveningen en 's-Gravenzande. Maar de meeste plekken hebben het ternauwernood droog gehouden. Sindsdien is er veel gebeurd om ons beter te beschermen tegen het water. Ik slaap heel veilig achter de dijk. Maar het klimaat verandert wel. En dat betekent dat de zeespiegel stijgt en dat de bodem daalt. En tegelijkertijd wonen en werken er steeds meer mensen achter die dijk. Dus het werken aan de waterveiligheid, die stopt niet. In ons gebied houden de Noordzeekust en de dijk langs de Nieuwe Waterweg stevig in de gaten. Volgens de nieuwste normen. En tevens kijken we of we ruimtelijke ontwikkelingen kunnen inpassen. Bijvoorbeeld een parkeergarage in de dijk. Als Hoogheemmaatschap zetten we ons dagelijks in voor uw veiligheid. U kunt op ons rekenen.